Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij de voetbalpodcast Kick-off Oranje van de Telegraaf. Houd je wel bezig, hè, die Hollandse school. Ja. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Waar jij het altijd over hebt in je krantje. Oranje aanhanger Mike Verwij. Sempassé voor de Fransen. Und Pim CD. Ja, dit is een goed stel, hoor. Allereerst even wat redactionele mededelingen. We hebben een nieuwe leader, want er was door een leraar Duits geklaagd over alle verbasteringen, spelfouten en dat soort zaken. Ja? In de leader die podcastproducer Hein had gemaakt. Die Pim. Ja, dat klopt alweer wel. Die Mike. Want dat is man-vrouw omzijde, geloof ik. Nee, Pim. Nee, het was, hoor. Ja, alleen had je nog... Dat is Pim. Dat is Pim. Ja, dat is dag Pim. En je had ook nog... Oh, kijk uit. Ja, dat gaat dus natuurlijk niet goed. Hè, jongens, zullen we dit een beetje zo leggen? En je had dus ook nog oranje aanhanger. Houd je touwtje op. Ik vraag me af of dat goed is. Oranje aanhanger, volger in het Duits. Ja, iedereen weet toch wat we bedoelen. Ja, is ook zo. Nog wat andere redactionele zaken. Nou ja, het is vrij duur om hier te werken als het regent. Maar dat bonnetje, dat komt nog naar de Telegraaf. En wat had jij nou gezegd? Naar wie? Naar Floris Noord. Ja, dat kan. Okay. Ja. Maar ik ga Floris Noord ook nog even bellen vandaag. Want we zitten hier nu ruim een week. En ik heb inderdaad van een week onderbroeken. Maar dan houdt het ook wel op. Hoe lang doe je met een onderbroek dan? Een dag wel? Eén dag. Oké. Okay. Eén dag. Nee, ja. Prima. Dus, maar ik heb even de lijst ingevuld van voor de wasseretten. Ja. Maar ik betaal voor een t-shirt schoonmaken 6 euro. Dus ja. Ik ga denk ik toch Floris even bellen om te vragen of ik gewoon nieuwe t-shirts kan kopen. Want voor 6 euro koop ik gewoon 6 nieuwe t-shirts. Ja. En of ik die dan gewoon kan declareren. Dat hij wilde ook die schoonmaakkosten gewoon declareren. Waar koop jij 6 nieuwe t-shirts voor 6 euro? Dat kan Vlaro, denk ik. Nou ja, goed, de sokken zijn ook 3 euro. Ja, per dus sok. En daar... Ja. Dus Floris moet maar even contact met ons opnemen, wat hij wil. Ik heb trouwens mijn hardloopkleding gewoon onder de douche gewassen. Dus jij gaat gewoon met je hardloopkleding onder de douche staan. Ik denk van want je wil toch een beetje in schone hardloopkleding. En ik denk voordat dat weer die wasseret uitkomt, ben je weer 4 dagen verder. Maar ik heb jou zien lopen. Jij zweet niet. Nee, ik heb ook gezwommen, hele grote karpers hier. Maar goed, laten we over de inhoud praten. Ben je nog aangevallen van de hond? Door een karper, nee, dat niet. Laten we eerst eventjes nog Ruud Gullit toch maar even beetpakken. Hè? Want daar wind jij je nogal over op, Valentijn. Nou, opwinden. Kijk, jij hebt zelf ook een van de lookalikes gesproken. En je hebt er een heel leuk filmpje van gemaakt. En er zit totaal geen enkele kwade bedoeling bij. Jij vraagt ook nog of hij de kopbal even wil nadoen. Zeker. Van 1988. Ja, en dan wordt zo'n filmpje opgestuurd naar de krant. En er zit daar iemand en die roept van... daar zetten we een streep door. Wij vinden dat niet kan. Nou, belachelijk gewoon. Want Ruud Gullit zelf, die is er super enthousiast over. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je met zo'n rastapruik loopt... Nou, en er zitten twee vegen schoensweer op iemands gezicht. En dan wordt er gezegd... Ja, dat is allemaal... Dat riekt naar racisme. Weet ik waar het allemaal naar riekt, maar... Dan denk ik, er gaat echt helemaal nergens over. En Ruud Gullit zelf, die vond het prachtig. Die vond het een eerbetoon. En zo zag ik het ook direct nadat jij had gezegd dat je dat filmpje had gemaakt. Maar dat alweer door iemand op de krant in de prullenbak werd gegaan. Ja, maar dat komt omdat alles dan zogenaamd gevoelig is. En volgens mij is iedereen totaal overspannen als het over dit soort dingen gaat. Maar wat was er nou gebeurd als alleen de nadruk op die goal van Basten was komen te liggen? En niet op die goal van Gullit. Dan waren er ook weer mensen gaan zeuren van... waarom wordt Gullit overgeslagen? Dus dit is toch een prachtig eerbetoon. En gelukkig wordt er via ook zo gereageerd door Ruud zelf... Dat het een prachtig eerbetoon was. Overigens is het natuurlijk zo dat 88-team, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. En je ziet natuurlijk, volgens mij heb ik ook zelfs nog Rijkaards gezien met Snoer. Ja. En zie je de meest markante spelers van dat toernooi nu terug met natuurlijk die shirts van toen. Ja. En dat is volgens mij waarom iedereen daarmee rondloopt. En Gullit was natuurlijk het meest aansprekende toonbeeld. Het is ook de eerste speler van een Nederlandse afkomst, zeg maar, die met een Europese prijs in zijn handen staat. Ja. Geweldig natuurlijk. He,
als je het over diversiteit hebt en inclusiviteit en waar je het allemaal over wil hebben. Ja, Ruud Gullit is de belichaming van alles. Ja. Dus waarom daar zo overspannen over doen, dat begrijp ik echt niet. Nee, Ruud is het toonbeeld van integratie, want je vindt nergens anders een Suriname met zo'n plat Amsterdamse accent. Nee, ja, ook dat toch, ja. Ah, joh, god, dus. We gaan kijken in Leipzig hoe dat dan weer gaat. Ik ben heel benieuwd, omdat deze discussie is nu enorm op gang gekomen. En nu blijkt het allemaal een storm in een glas water. Wat ze op de redactie van de Telegraaf gaan doen als jij aanstaande vrijdag opnieuw met een filmpje Ruud Gullit komt. Want ja, ik vind de manier waarop jij het had aangepakt, het is gewoon geweldig. Het is heel ludiek en alles refererend aan 1988 en aan de geweldige carrière van Ruud Gullit. Of er dan toch weer iemand zit die dan zegt, ja, nee, daar beginnen we niet aan, hoor. Nu krijg je natuurlijk ruim baan, omdat er is aangegeven van door Ruud zelf van, nee, dit is helemaal geen racisme. Ja. Dus terwijl in de Oranje Parade dat die zweetbanden worden afgedaan en dat iedereen met de Ruud Gullit gaat lopen. Want we hadden een filmpje waarin dan Umberto Tan had contact gehad met Ruud Gullit. En Umberto Tan die is altijd een enorm pleitbezorger tegen discriminatie in het voetbal. Dus die heeft daar wel een scherpe antenne op. Dus als hij voorzitter van de commissie. Precies. Dus als hij daar blijkbaar ook op die manier naar kijkt of dat op die manier hoort, dan zegt dat misschien ook wel wat. Chef Marcel van der Kraan die heeft ook contact gehad met Ruud Gullit. Ja, en die kwam met dezelfde woorden thuis van Ruud als Umberto. Ja, maar als hier de aandacht op komt te liggen, kijk, echt racisme, dat moet kiezelhard worden aangepakt. Maar als je dit soort dingen dan ook gaat benoemen, dan zegt iedereen van ja, stop even met, met dat racisme. Als je zo doorslaat, dan komt de aandacht niet meer op het echt belangrijke te liggen. En dat is het gewoon echte racisme de wereld uit te krijgen. Ja. En belangrijk natuurlijk ook gewoon de staat van het Nederlands elftal anno nu. Ja. We hebben vandaag een persmoment met De Vrij en Donjel Malen. Ook wel interessant natuurlijk, want Malen, je zei het al even, steekt in een goede vorm, ook op de training. Ja, gaat hij tegen Frankrijk meer minuten maken? Dat is de vraag toch wel een beetje. Hij zal sowieso meer minuten gaan maken, want speelt hij niet in de basis, dan komt hij er wel in als invaller, omdat het gewoon een hele goede speler is. En dat is wel een positie waarop Koeman heel vaak wisselt. Dus dat sowieso. Maar gaat hij wisselen vanaf de start? Gaat Malen vanaf de start beginnen? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar het is wel de plaats die eigenlijk het meest omstreden is. Hè? Die van Xavi Simons. Die heeft niet geleverd tegen Polen. Dus wat dat betreft kan Koeman daar een andere international zetten. Maar de grote vraag is, gaat hij daar een meer verdedigende international, bijvoorbeeld Frimpong, neerzetten? Of kiest hij ook weer voor een aanvaller? Hmm. Ja, ik zou voor Malen gaan. Als ik hem op de training zie, dan denk ik, ja, die maakt echt veel indruk. En wat ik ook opvallend vond op de training is dat Frimpong zakt wel een beetje terug. Oké. Okay. Die had natuurlijk een geweldige wedstrijd tegen Canada. Daarna viel die ook weer in. Dat was al wat minder. Maar op de training in ieder geval die wij hebben kunnen bezoeken, ja, daar maakte hij niet de indruk zoals die in de wedstrijd heeft gedaan. En ik vond hem ook qua invalbeurt tegen Polen vond ik hem ook niet extreem. Maar is het niet een moeilijke positie voor Frimpong als hij eigenlijk op die Simons-rol komt? Omdat je dan meer naar binnen moet trekken om ruimte. Eigenlijk moet hij ruimte maken voor Frimpong. Maar dat is dan Dumfries. Voor Dumfries. Maar dat is meer een rol die hem past dan dat hij naar binnen speelt. Dat zou kunnen. Maar volgens mij heeft Koeman zelf ook al gezegd dat die twee ook best wel samen kunnen spelen. Oké. Okay. Ja, dat was even een stukje voetbalanalyse. Ja, ik zat even het officiële programma van de KNVB voor komend seizoen te bekijken. Oké. Okay. Ik denk dat PSV zijn eerste 8 wedstrijden weer gaat winnen. Ja? Oh, dat kwam net binnen. Ik zag het inderdaad komen. Dus dat is de eerste topper die op het programma staat. 1 september al. Feyenoord Ajax. Nou, de eerste grote topper die is gelijk al in de allereerste wedstrijd van de Eredivisie. Dat is Groningen tegen NAC. Oh ja. En het lukt ze toch iedere keer weer, de KNVB, om een totaal een niet aansprekende wedstrijd te plannen. Als de eerste wedstrijd van het seizoen. Het was een keer volgens mij PEC tegen Utrecht of zo. Ja, daar loopt niemand warm voor. En Groningen loopt ook niemand warm voor. Want het is gewoon een KKD-wedstrijd. Ja. Waar we naar gaan zitten kijken. En sowieso in die hele eerste ronde geen enkele aantrekkelijke wedstrijd. De meest aansprekende is misschien de allerlaatste. En dat komt vanwege het debuut van Robin van Persie. Dat is Ajax Heerenveen. Die is zondagavond. En Ajax speelt thuis. Feyenoord speelt thuis. PSV speelt thuis. Ja, dan denk ik ook van, wil je het ze allemaal nog makkelijker maken, die topclubs? Want dat werkt, dat delen ze in of trekken ze een balletje, bij wijze van spreken? Nee, ze trekken een balletje en dan hebben ze een hele moeilijke computer in Barcelona staan. Die dat hoezo voor heel dat veel in Barcelona geld dan doen. Ja, daar schijnt
megacomputer te staan. Oh ja, is dat zo? Dus, maar ja, goed. Ja, oké. Jij zegt begin dan in ieder geval met een aansprekende wedstrijd. Ja, die Duitsers beter, die beginnen gewoon met een gegigant kampioen. Die moeten het seizoen openen. Ja. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je in de eerste wedstrijd van het seizoen... Overigens kwam er wel... En dan liefst met een uitwedstrijd. Een beetje een groot stadion. Maar er lopen wel veel mensen warm voor Groningen, in Groningen. Want je zei ook bij Vitesse van ja, als Vitesse verdwijnt, dan is het de historie die verdwijnt. Maar goed, dat zal dan wel. Het is gewoon ook heel veel reacties binnenkwamen van boze Vitesse mensen. Ja, maar ja. Ja, oké. Prima. Dat vind ik prima. Maar Groningen NAC, dat is geen... Eredivisie is een aanmerk. Wat zei ik vorige keer? Aanmerk of iets dergelijks? Nou, nee, dat was... Dat was energielabel. Ja. Dat is je auto nu tegenwoordig. Ja, maar de Eredivisie is in Nederland een aanmerk. En dan ga je... En die start je met een A-wedstrijd. Gewoon een topwedstrijd. Utrecht, Ajax of zoiets dergelijks. Begin daarmee. Ja, maar niet met Groningen. Nou, kom maar. Het zijn twee clubs die uit de eerste divisie komen. Denk je nou echt dat heel Nederland warm loopt voor Groningen NAC? Dat iedereen voor de televisie gaat zitten, vind ik echt onbegrijpelijk. Oké. Okay. Nou, ik meld me af voor die wedstrijd, want dat haalt mijn stickerauto niet. Nee, laten we dan maar even naar de stellingen gaan. Wat ik wil zeggen, ik snap wat Vaantuin bedoelt met Groningen NAC, maar het is wel geweldig dat een club als Groningen terug is. Ja, dat heb ik al 100 keer gezegd, Mike. Ja, geweldig dat NAC ook terug is, want die hebben zoveel publiek en die drinken allemaal bier. Als je dan een seizoen begint, ja, zijn, maar ze hebben bier in... Het zijn mooie clubs. Nee, maar als je nou met Groningen PSV begint, zeg maar de regerend kampioen die dan naar Groningen moet hebben zitten. Ja, dan vind ik prima. In het verleden ook wel eens lastig gehad. Maar ja, dat is de KNVB. Ja. Daar wordt gewoon niet of te weinig over nagedacht. Ik wou naar de UEFA gaan weer, jongens. Ook als onderdeeltje in die computer zetten van we willen gewoon een topwedstrijd beginnen. Het is eigenlijk net als het regelen van je zitplaatsen. Het is ook zo lastig om dit te programma. Want dat is wel leuk. Dat we dus willen... Als we nu te laat zijn, überhaupt naast dan elkaar zitten, leggen we de schuld bij de UEFA. Want wij zitten dus altijd met z'n allen op een rijtje. Willen we? Ik weet niet wij zijn het per se willen. Wij zijn een groot team. We hebben nog geprobeerd om Pim 21 jaar volgens te krijgen. Op een bepaald moment kun je dus je stoeltje bemachtigen. Een beetje vergelijkend met als je kaartje moet kopen voor een popconcert. Of ook voor een wedstrijd. Ja, werkt ook zo. En dan moet je er dus op tijd bij zijn. Maar aangezien we hier met allemaal boomers zitten, is Dimitri de enige die dat daadwerkelijk voor elkaar gaat krijgen. Gaat dat ook zoals wij het theater in gaan met deze podcast? Nou, dat denk ik ook. Dan moeten mensen ook een stoel. Dat is nog moeilijker, denk ik. Maar eerst maar het krantenkafé. Maar ik moet wel zeggen, dolblij dat Dimitri erbij is. Want anders hadden we gewoon niet naar Nederlands Frankrijk. Nee, precies. De stellingen. Ik neem ook een mental coach. Eens. Oneens. Deschamps kan Mbappé beter even rust geven tegen Oranje. Eens. Eens. Topspeler die Mikko Tadsen. Eens. Oneens. Topspeler die Conceição. Eens. Oneens. Nederland kan dit Portugal hebben als ze Portugal gaan treffen dan. Eens. Eens. Turkije, outsider voor de EK-titel. Oneens. Heb je ik ga gewoon door, hoor. Ik was goed wakker vandaag. Ja, heb je die stellingen gisteravond aan de bar gemaakt? Ik vond naar bed, dus ik ben helemaal fit. Oneens. Wil je er nog drie? Nou, ja, Turkije, outsider. Güler wordt de beste speler van het toernooi. Eens. Oh. Ik wil zeggen, ben je betoeterd, maar dat is een beetje flauw. Of niet? Oneens. En ik heb er nog twee. Willen we die nog hebben? Of ja. Okay. Rosario is de aasste ontbrekende schakel bij Ajax, hè? Eens. Ja. Oneens. En Kroatië meer dan de assenpoester van het internationale voetbal. Assenpoester? Wie was dat? Dat las ik ergens op VI, geloof ik. Had die bondscoach gezegd. Maar wie was assenpoester? Dat toch een beetje tot leven werd gekust, geloof ik, toch? Jij weet dat misschien beter, weet ik niet. Ik heb natuurlijk die kids. Maar dat is een beetje wat ermee bedoeld wordt, is dat Kroatië altijd toch een beetje wordt weggezet als, nou ja, leuk dat ze meedoen. Terwijl ze stiekem natuurlijk eigenlijk... En dan komen ze tot wasdom, net als assenpoester. Ja, dan worden ze iedere keer vierde. Ja. Eigenlijk doen ze wel echt mee om de prijzen altijd. Ja, geweldig. Dus, en die moeten natuurlijk spelen tegen die Albanië vandaag. Die laatste had je beter voor je kunnen houden. Ja, maar de rest die was wel goed, stelling. Hè? Ja, de rest dan staat er geen ontkenning in. We zijn trots op je. Maar over die mental coach, hè, want Verbrugge die had het dan gisteren gezegd ook. Dat hij zich al vanaf zijn 15e, geloof ik, laat bijstaan. Enorm gedreven om de top te halen. Ja, ik ben de mental coach van dit hele gezelschap, dus ja. Nee, precies. Dan heb je zelf geen mental coach meer nodig. Nee, ik coach mezelf. Heel goed. Ja? Maar is hij de beste doelman van Oranje in potentie sinds Van der Sar? Nou, dat zeiden we ook over Bijlo. Alleen ja, die is heel blessuregevoelig gebleken. En die staat wel een beetje stil in zijn ontwikkeling. Hij doet het hier heel goed. En hij is ook zelf kritisch. En ja, als je inderdaad op je 15e met een mental coach komt aanzetten. Maar dat ligt volgens mij ook een beetje aan de familie Verbrugge. Die zitten ook allemaal een beetje in dat circuit. Voor mij is zijn zus is volgens mij psycholoog of iets dergelijks. En zijn vader die doet
ja, bepaalde coachingstrajecten. Nou, zijn moeder doet ook iets in die richting. Ik heb niet helemaal uitgezocht hoe of wat, maar dat kreeg ik dan te horen. Dus het zit allemaal wel een beetje rond die familie. Hmm. Dus ja, en dan helpen. Zijn vader is trouwens overleden, dat laat ik dat voorstellen. Die deed dat dus. Maar ja, dat zit gewoon een beetje in de familie. Dus ja, dan grijp je daar ook eerder op terug. Ja. Nou ja, ik vind het heel goed als jij dat nodig hebt als keeper en baat bij hebt. Er zijn ook heel veel voetballers geweest. Nou, we hebben het net over Ruud Gullit gehad. Die had volgens mij destijds Ted Troost al. Oh ja. Ja. Als zielenknijper. En Dirk Kuyt. En ja, zo kan ik nog een aantal voetballers opnoemen die daar baat bij hebben. Als je daarin gelooft en hulp. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen dat ze dat niet moeten doen? Wat wel opviel, en ik sprak gistermiddag ook Jan-Paul van Hekken, ploegenoot van Verbrugge bij Brighton. Ja, die zegt, die jongen die doet alles buiten het voetbal om de voorwaarden te creëren waardoor hij optimaal kan presteren. Is heel erg met zijn voeding bezig. Ja, een jongen van 21, maar ook in zijn antwoorden gisteren bij de persconferentie had je niet het gevoel dat daar een jochie van 21 zat. Die kwam heel goed en heel volwassen over. En Van Hekken zei ook, hij is 21, maar in feite lijkt hij wel een stuk ouder. Ja, ik kreeg net overigens een mail binnen dat de problemen met het plaatsen op de site is opgelost. We hadden, voor de mensen die misschien ook er last van hebben gehad. We hadden gisteren een enorme storing, waardoor we niet meer onze verse artikelen, video's, podcasts en zo goed konden plaatsen op de site. Kijk uit. Ja, blijf dan maar in de microfoon praten. Doe dus op, maar overigens, weet je wat ik nou van die leuke verhalen vind? Nou, dat je zegt van, ja, de oude amateurclub van D&D International zijn we langs geweest. En ja, op de achtste zag de coach al dat het een international kon gaan worden. Hè? Ja, kijk, die Verbrugge is nu 21 en die coach die was toen, Verbrugge was toen 3 jaar, dus dat is 18 jaar geleden. En die coach was toen al 54. Dus die is inmiddels 83. Ja. Ja, die weet het allemaal niet meer zo goed. Dit is wel heel slechte dingen. En dan komt er een journalist en dan denkt hij, nou, toch nog even 1 keer scoren in mijn leven. Hè? 1 minute of fame. Nou, die heeft hij gehad, die coach. Want wat riep hij ook alweer? Dat Verbrugge expres de bal aan de tegenstander gaf, zodat hij meer te doen had als keeper, geloof ik. Ja, en toen was het antwoord van Verbrugge, misschien ingefluisterd door zijn mental coach, van, ik heb nog nooit een bal bewust in de voeten van de tegenstander. Ik zit te denken als ze naar de oude basisschool van Valentijn Driessen gaan, weet je wel. Dat ze dan zeggen, nou, Valentijn op zijn zesde. Maar we moeten toen al een bak azijn op zijn muur gelopen. Maar we moeten ik zag in één keer dat. Ik ben wel met zijn zuster, want ik heb een zusters gehad als leraresse. Maar zusters? Ja, van nonnen. Ja. En eentje die heette, nou, die noemden we Juffrouw Wolf. Maar die zag er niet heel mooi in mij zitten, nee. Die heeft wel wat liters azijn over mij heen Daar komt dat vandaan? Ik denk dat het daar vandaan komt. Maar hoe was het dan? Het komt nu zo in mij voor. Nee, ik kon er niks van. Ben je gepest vroeger dan door juffrouw Wolf? Nee, dat viel wel mee. Maar heeft ze jou liggen? Nee, maar die zei van, met die jongen wordt dat wordt helemaal niks. Maar heeft zij jou zo gelijk? Heeft zij jou liggen rekenen, of niet? Verbrugge was 21, toen was hij 3. Toen was hij 83, nu is hij 83. Maar zijn jullie ook gemankeerde voetballers eigenlijk? Dat is ook zo'n cliché wat over sportjournalisten gaat natuurlijk. Dat is heel Nederland die niet nu in de finale of op het EK is geselecteerd. Nee, maar zijn gefrustreerde, mislukte voetballersjournalisten. Nee, dat is gefrustreerd. Ja, daar kan heel op dan over meepraten, denk ik. Ja, wat stond jij op het veld? Dat hebben we al eens gevraagd, hè? Ja, jij stelt vragen, maar je bent totaal gisteren ook aan Jeroen Kapteins tijdens het eten. Je stelt een vraag, Jeroen wil antwoorden en je zat in een ander gesprek. Ja, oké. Laten we het dan even rubriek, toch, Mike, zei jij? Ja, na de podcast gaan we dat doen. Wat dus wel aardig is dat dus Consociaal de 2-1 maakte tegen Tsjechië. En Mika Tatsen de gelijkmaker tegen Turkije. En ook nog een grote kans had om de 2-2 nog te maken kort voor tijd. Het is het EK van de ex-Ajaxide. Ja, en de weggeschoven Ajaxide. Marien, Weber, Eriksen. Ja, maar dan wordt er gezegd, ja, zo slecht is die Mika Tatsen toch niet in die Consociaal. Ja, als je zo'n goal maakt. Nee, bij Consociaal had ik onmiddellijk wel het idee van, ja, waarom laten ze die alweer zo makkelijk gaan? Mm-hmm. Dat vond ik best een aardige speler. En dat zag je ook in het Portugese jeugdteam. Wat was dat onder? Ja, hij deed nu 3 minuten mee en dan komt een bal van de keeper en dan staat toevallig op de goede plaats. Ja, zeker. En die keeper gleed nog uit. Maar als jij bij Portugal inkomt op het EK, ja, dan ben je geen koekenbakker. Dus dat je sowieso bij die selectie van Portugal zit, dat houdt wel in dat ze het in hem zien zitten. En dat ze tevreden zijn over het jaar dat hij bij Porto heeft gehad. Ik vond dat Ajax Consociaal best nog wat langer had kunnen houden. Maar dat is wel een aankoop van, of tenminste, dit is dan het grote gelijk van Huntelaar, Hamstra en Malenovic. Die hebben deze man gehaald voor 5 miljoen euro. Dat was eigenlijk een koopje. En later is hij dan ook wel weer wat duurder verkocht.
Maar misschien had Ajax deze toch niet zo makkelijk weg moeten. Nee, Rosario, nog even, wil je daar nog iets over zeggen? Over Rosario? Nou ja, het is ook geen Ajax-podcast natuurlijk. Dus nee. Maar, want we hebben nog een paar andere dingen. Rosario, die heeft zijn contract aangeboden zelfs, hè? Ja, Ajax heeft een voorstel gestuurd naar de zaakwaarnemer van Rosario, José Fortes Rodriguez. Er zit nog wel heel veel ruimte tussen vraag en aanbod. Dus er komt binnenkort waarschijnlijk een tegenvoorstel van Rosario naar Ajax toe. En als zij het idee hebben van wij gaan er wel uitkomen, ja, dan moet onderhandeld worden met Nice. Want daar heeft hij nog een jaar doorlopend contract. Hij is destijds voor 6 miljoen euro overgenomen van PSV. Ja, nog één jaar verbintenis. Dus ik denk dat Ajax hem wel voor 4, 5 miljoen moet kunnen oppikken. En de trainer, Farioli, die heeft met hem gewerkt, zag in Rosario een verlengstuk van hem in het veld. Nou ja, dan gaan we weer, ik hoor het lachen, links al opkomen. Ja, die man voelt zich daar prettig bij. Ik vind dat Ajax daar wel een beetje mee moet uitkijken. Hij heeft natuurlijk ook al een stel assistenten meegenomen. Ja. Als je dan ook een speler van je vorige club meeneemt. Ja, helemaal een speler van die bij PSV werd afgedankt. Die van PSV weg mocht en die nu al een paar jaar in Spanje of Frankrijk speelt. Maar de mensen die je spreekt. En niemand wordt opgehaald daar. Er is geen enkele, geen Olympique Marseille, geen Monaco, geen Paris Saint-Germain, niet in de belangstelling. En die moet Ajax sterker maken, ja. Maar ja, weet je, Van, op dit moment maak je Ajax natuurlijk al snel sterker. Ja, maar ja, je moet wel het topniveau zoeken. Maar de mensen die je spreekt, die zeggen dat hij wel in Frankrijk een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij heeft de Ajax jeugdopleiding doorlopen voordat hij naar Almere ging en toen naar PSV. Dus ik kan het op zich wel begrijpen. Het is niet dat je de 20 miljoen tegenaan gooit. Nou, weer een middenvelder erbij, zullen we maar zeggen. Kijken wie het uiteindelijk komen bovendrijven. Niemand weg. En nu moeten er eerst een stel weg, Goed, wat hebben we verder nog? Ja, natuurlijk Mbappé. Hè, daar is natuurlijk heel Frankrijk mee bezig. En ook Nederland. Hoe zit het nou allemaal met die neus? Nou ja, het schijnt dat hij dus na het EK dan wellicht geopereerd wordt, zei de Jean. Maar dan zou hij dus met een masker kunnen spelen. Ja. En nou heb jij je daarin verdiept. Oh, met een masker spelen mee toch wel. Kregen ze zelfs een mail van een masker spelen, dat kan wel. Maar er is natuurlijk wel een bepaalde zwelling op het moment dat je je neus verbrijzelt, zei iemand zelfs. Maar er is er een zwelling en dan kan je dat masker natuurlijk niet strak zetten. Nee. Want hou je daar last of dan heb je daar last van. Plus dat je ademhaling natuurlijk wordt beïnvloed. Dus dat is best wel, zeker in 2 of 3 dagen nadat er zoiets is gebeurd, is het best wel moeilijk om met een masker te spelen. Dus ja, ik denk niet dat hij speelt. Maar de rest van het toernooi, als hij terugkomt, want die zwelling die gaat op een gegeven moment slinkt dat natuurlijk allemaal. Dan kan je wel spelen met een masker. Oké. Dus als we Mbappé dit toernooi nog zien, dan is het met een masker en niet meer zonder masker. Ja, maar dus niet te strak, want dan gaat het allemaal weer knellen. Nee, ja, of je moet even wachten gewoon. Dus gewoon de wedstrijd tegen Nederland aan je voorbij laten gaan. En dan spelen tegen Polen als dat noodzakelijk zou zijn. Ja, oké. Dat is ook wat ze willen doen volgens L'Équipe en nog een aantal andere media in Frankrijk. Ja. Dat die de wedstrijd tegen Nederland niet speelt. Wat misschien tot slot nog wel aardig is om even te benoemen, is dat Turkije heeft natuurlijk dus gewonnen, hè, met 3-1. Die Güler die scoorde een weergeloos. Sowieso hele mooie goals gisteren vanuit Turkije. Ja, en weer een hele jonge, talentvolle speler. Die hebben we eerder ook genoemd bij Wiertz, Musiala, Bellingham en deze Güler. En Ancelotti, die was bij Real Madrid helemaal niet zo tevreden over zijn instelling. Hij heeft niet heel veel gespeeld, wel. Hij heeft weinig gespeeld. Hij heeft hem ook op de bank gelaten om te laten zien dat hij wel moet gaan leven als een prof. En zo. Maar ja, hij kan natuurlijk geweldig voetballen en niet voor niks. Kijk, en dan hebben we het net over Rosario en Ajax. Maar Ajax had ook belangstelling voor die Güler. Ja, dat je voor dat soort spelers belangstelling hebt. Ja, daar zat de hele Europese top waarschijnlijk achteraan. Overigens is Turkije wel mooi om te zien hoe alle Turkse Duitsers dat hele stadion overnemen. Dus die hebben verkapte thuiswedstrijden hier in dit toernooi. En het is best wel natuurlijk ook Kukçu bijvoorbeeld die daar speelt. Ja. Ze hebben al niet zo'n waardeloos elftal volgens mij. Nee, we speelden tegen Georgië en ze hadden gewoon heel lang heel veel moeite met Georgië. Dus pakken we later wel op. Ja, als hij nog eens wat verder weet. Niet meer als in de halve finale outsider neer te zetten. Nou, dan gaan wij de podcast afsluiten. Dan kan Jeroen Kapteijn ze langzaam komen met als een grapje. En Ziggo verlengt tot 27. Ja, met een optie tot 2029. En dat is op zich wel een knappe prestatie van de commerciële afdeling van Ajax. Want er is daar nogal wat aan de hand geweest de afgelopen maanden. Maar een echt partnership staat er in het... In goede en in mindere tijden. Ik heb het idee dat we zo weer een beetje lekker weer in vorm komen richting die wedstrijd. Feyenoord heeft Microsoft geschaakt.
Oh. Als partner. Nou, en ook al Mediamarkt, dat is ook al. Na Real Madrid is dat de tweede sponsordeal van Microsoft in het voetbal. Dus heel opmerkelijk. Die doen het ook wel, Timmer, wat dat betreft ook wel goed aan de weg. Ja, Feyenoord halen veel deals binnen. Ik krijg nou gratis Word voor de hele familie. Ja. En al bij Mediamarkt, ook een gratis televisie. Nou, ik heb wel echt een andere computer nodig, want ik kwam er dus gewoon niet in. Pick your position voor Frankrijk-Nederland. Ik denk dat we ons er niet bij willen hebben, want ik krijg die wedstrijd. Ik heb wel het idee dat we in vorm raken, jongens. Zo richting Nederland tegen Frankrijk. Misschien heeft dat ook te maken met de tijd dat we nu een kwartier later opnemen. Dat we dan jij bent ook wel eens wat scherper dan. Ja, maar als er sommige dingen zijn waar ik maar kan ergeren, dan raak ik vanzelf. Opstaan. Zoals juffrouw Wolf al zei op de basisschool, het gebraden haantje. Ja. Oké, jongens, ik zeg... Oh, weet je ook dat hij op het gebraden haantje op school tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.